Hallo, ik zo'n nieuwe thee. Ik ben Mark en ik ben vandaag weer bij Blizzard Architect. Vorige week ben ik hier gebleven en we gaan vandaag even kijken. We gaan vandaag even zien. Deze douche en zo, die moeten vandaag eventjes afgemaakt worden. En ik zie dat er nog twee besmette gevangenen zijn, maar dat is allemaal prima. Ik ga nu even dus... Oké, iemand wil gaan ontsnappen, zo te zien. Even zien. Wow, die schot er even voorbij als een gek. Oh, dat komt net niet goed, goed uit. Oké, dan moet ik dat even anders doen. Doe ik het hier even. En dan hier, ja. Zo simpel als dat. Keramische vloer leg ik hier alvast wel even aan. Kom hier mooie douchekoppen. Nog een aantal. En dan moeten we natuurlijk straks nog even de waterleiding even fixen. Maar dat komt waarschijnlijk. Ja, ik heb sowieso wel goed, maar oké. Zo, deze leg ik even wat verder aan. Oké, deze die zet ik tot hier. Hier. Oké, ik denk dat hij wel ietsjes langer mag van mij. Want voor mijn gevoel was dat nog best wel. Kort, deze kleine waterleidingen die kunnen natuurlijk ook niet zo ver. Dus even een beetje rekening mee houden. Zo. We hebben de douche in ieder geval gehad. Dus de bloedprint haal ik hier weg. De kantine. Ja, mensen die krijgen natuurlijk nog niet te eten. Dat is een probleem. Dus ik zet hier een beetje aan het begin, denk ik. De veerstationnetjes neer. En dan hierheen. Dus denk ik hier gewoon prullenbakken tussen. En dan komen de tafels. Zo. Zo ja. Behalve daar natuurlijk. Vergat ik bijna, anders had ik daar ook gewoon van die banken neergezet. Dat is natuurlijk niet nodig. Oké. Hebben we de kantine. Hebben we dus al. De luchtplaats hoeft natuurlijk ook niet meer. En dit ergert mij ook zo erg. Oké. Nu even de keuken. Dus de keuken die heeft van alles en nog wat nodig. De grootstenen die zet ik gewoon hier neer. Dat is wel net zo handig, denk ik. Dan zet ik de... Even zien, we hebben dan fornuizen nodig in koelkasten. Zet ik ze gewoon hier een beetje tegen de muur aan. En dan hier een beetje. Oh ja, dan moeten we niet vergeten om even de sprinklers neer te zetten, zo dadelijk. Als we dat vergeten, dan zijn we best wel dom bezig. Want dan hebben we hier zo ook een brand zitten. Oké, want zoveel koelkasten hebben we denk ik niet nodig, maar je weet maar nooit. Misschien hebben we dat binnenkort toch nodig. Oké, sprinklers, waar sta je? Daar. Oké, daar zet ik er hier een neer. Hier een en daar een. Dan zet ik er hier ook nog wel een aantal neer. Zo. Oké, misschien daar ook nog eentje. En just to be sure, daar. Oké, ik kan sowieso de waterleiding hier alvast even aanleggen. En natuurlijk de stroomleiding, die kan eigenlijk gewoon in principe in het midden, want dat connect toch wel. Dat is altijd zo, want er zit gelukkig altijd al zo'n stroomleiding in. Wat hebben we eigenlijk voor de andere kantine? Moet ik even zien, waar is die eigenlijk? Die is hier, oké, die heeft die chique tegels. Oké, dan hebben we die hier ook, de chique tegels. En de keuken. Oké, die heeft die. Dat is de keramische vloer. Oké, iemand is weer wezen rellen, zo te zien. Iemand was gewoon niet blij.
Dat is meestal wel logisch. Als iets kapot is, ja, dan zijn ze meestal boos. Die mag dan ook wel gewoon even alles hebben. Zo. Dan zet ik het vanaf hier gewoon zo een beetje neer, zodat ik dat ook allemaal niet vergeet. We hebben in ieder geval ook de vloer alvast aan deze kant. Want als je het aan de andere kant moet doen, moet je het ook aan deze kant doen, vind ik dan zo. Oké, hoe zit het met de... Nou, paarden hoeft op zich nog niet. De... Nee. Waar staat dat? Nee. Ah ja, toch hier. Oké, ja, jullie krijgen dus dit allemaal. En de rest die krijgt er vanaf dit gebied. Ze hebben sowieso wat meer koks nodig. Dat komt wel goed. Oh ja, de wasgoed. Ja, dat is gewoon vanaf één centraal punt. Dat is misschien binnenkort nog wel een keer anders. Zodat we nog ergens anders een keer een washok moeten gaan neerzetten. De kamerkwaliteit die is... Oké, nee. Ik zat gewoon even te lezen wat er gewoon bij stond. De temperatuur. Ja, hier hebben we natuurlijk wel, maar hier is dat eigenlijk totaal niet nodig. Want dat zijn namelijk die zware gevangenen. Die dat echt gewoon totaal niet nodig hebben. Eens even zien. Oh ja, de maximale veilige gevangenen. Die komen natuurlijk al alvast ook gewoon iedere keer aan. Dus deze nummers die mag ik ook gewoon alvast even weghalen. Want dat is eigenlijk totaal dan niet meer nodig. Even kijken. Nou, nu wil ik ook wel even dat klaslokaal eventjes alvast inrichten, want... oh ja, en een grondonderzoek, want de vorige aflevering met een grondonderzoek... Ik weet niet hoeveel tunnels er werden gegraven, maar het was niet bepaald... handig, laat ik maar zeggen. Klaslokaal, ja, dat hadden we nodig. Oké, deze kan gewoon weer even zo. Een sterfgeval 2 al. Rip. Ik zet hier gewoon mooi neer met een ding. Zo'n stoel gebeuren, wat het ook mag zijn. Oh, hier. Hier. Mensen ontsnappen, jongens. What the fuck? Oh, die vuile honden. Oh my god. Nee. Grondonderzoek moet even stop worden, want dit is niet goed. Fucking 6 mensen zijn ontsnapt. Hoe dan? Daar is iemand bezig geweest. En hier is iemand bezig geweest. Even zien. Misschien hebben we de deur alsof we hier neerzetten. Een krat. En wat is het? Gewoon een douchekop. Het is dus bepaald niet veilig, zo te zien. Oké, we hebben echt gewoon meer gevangenen nodig. Oh, en die bloopers is dat... Oh, nee. Tot zover. Want de blueprints die stonden hier ook gewoon allemaal top. Okay, waar was ik mee bezig? Oh ja, de klaslokaal. Voordat mensen spontaan rond ontsnappen. Wat niet de bedoeling is.
Software vind ik wel prima. Zetten we gelijk die programma voor. Oh, er is al eentje geslaagd. Dat is nice. Zien, waar staat die andere eigenlijk? Of algemeen onderwijs. Moet ik ze deze dus ook al even gaan connecten? Is die man wel hard mee bezig om ze allemaal open en dicht te maken. Kijk al die kabels die er allemaal zijn. Damn. Kijk, dit is alles wat hij moet open en dicht doen. Damn. Oh ja, die heeft natuurlijk ook allemaal water nodig. Daarom zat dat te knipperen. Oké, top. Deze aflevering hebben we dus al... Nou, we hebben eigenlijk al best wel wat gedaan. Ik denk dat we dus de volgende aflevering gewoon gaan beginnen met het nieuwe cellblok. Dat moet ik dus nog wel gaan tekenen, maar dat komt vanzelf wel. En misschien ook gewoon even alvast de gehele veilige omheining om deze gevangenis te gaan bouwen. Ik ga ook even kijken, we hebben al zoveel en we hebben dan nog behoorlijk wat geld. Dus dat is natuurlijk al behoorlijk goed en dat gaat natuurlijk wel een beetje omhoog, zoals je kunt zien. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like, vervaak nou. En dan zie ik volgende keer weer. Later!